Kun je jezelf in het kort voorstellen? Nou, ik ben Wouter Raafshorst. Ik ben fractievoorzitter voor Forum voor Democratie. Ik ben 29 jaar. Ik ben vader van twee kinderen. En heb een geweldige vrouw. Dus dat is eigenlijk eventjes in het kort. Wat was je motivatie om je verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad van Almelo? Dat zijn dan toch wel eigenlijk mijn kinderen geweest. Vanuit de gemeenteraad heb ik natuurlijk ook directe invloed om de leefomgeving. En dat is toch wel heel belangrijk dat ik een goede plek, een leefbare plek eigenlijk voor mijn kinderen kan achterlaten. Ook als ze mocht er niet meer zijn. En waarom voor het Forum van Democratie? Ze passen toch wel best bij de standpunten die ik zelf ook uitdraag. Dus denk erbij inderdaad aan meer leefbaarheid. Kijk, of mensen zeggen dat we tegen klimaat zijn, maar weet je, we zijn niet tegen klimaat, wel milieubewust bezig. Ik denk dat toch wel Forum qua standpunten gewoon het beste bij me uitdraagt. In hoeverre bepaal je stemgedrag bij onderwerpen in de gemeenteraad? Die bepaal ik zelf. Dus dat is, het is niet zo dat ik van bovenaf word gecontroleerd wat ik precies uitvoer. Zolang ik zelf natuurlijk het wel in lijn doe met de Haagse top, laat ik het zo zeggen. Maar als het goed is, dan onderschrijf je dus de uitgangspunten van de landelijke partij. Het is er een rode leidraad. Kijk, er zit natuurlijk, er worden gewoon kaders gesteld. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat ik het FVD-geluid in de gemeente ga laten horen. Dat betekent dus dat als het gaat om lokale vraagstukken, daar kunnen FVD het draagvlak bij zitten. Ja, dat kan. Welk geluid wil je in de gemeenteraad laten horen? Het forumgeluid. Toch inderdaad vrijheid, voornamelijk voor de burgers. Ik denk daarbij, we hebben net de coronaperikelen gehad, die waarschijnlijk weer langzamerhand zullen komen opspelen. Dus ook daarvoor wil ik blijven strijden. Denk daarbij ook aan de boeren die nu benadeeld worden. Dus dat zijn toch wel belangrijke forumstandpunten die ook gelden hier in deze regio. Komt er een school voor Forum van Democratie in Almelo? Ik hoop het. Ik hoop het. Dat is nog even de vraag. Dat ligt eraan of daar ook behoefte aan is. Ik hoop dat het er komt. In de gemeenteraad speelt op dit moment XL Business Park 2. Hoe denk jij als lid van de fractie van Forum voor Democratie over dit dossier? Vooropgesteld ben ik er eigenlijk voor nu ben ik erop tegen. Het ligt natuurlijk aan wat voor tegenargumenten er zijn en hoe de argumenten zijn. Ik moet natuurlijk ook in de politiek openstaan. Dus ik wil er nog niet gelijk met een gestrekt been ingaan. Maar voor nu, ook in lijn met ons partijprogramma, zijn we tegen het XL Park 2. Omdat we voornamelijk eigenlijk denken dat met de scenario's die momenteel geschetst worden, dat het meer banen gaat creëren voor buitenaf en niet voor de Almeloers zelf. Dat is eigenlijk de kern van je betoog? Dat is, op dit moment is dat een van de kernen van mijn betoog. Waar wil je in de periode dat je gemeenteraadslid bent sterk voor maken? Dat zijn best wel wat. We willen natuurlijk dat er een verbetering komt in de zorg. We hebben natuurlijk alle akelige berichten gezien. Maar wat we ook willen is natuurlijk dat de criminaliteit beter wordt aangepakt. We willen ons sterk maken inderdaad voor het Natronkanaal bevaarbaar maken. Er zijn eigenlijk best wel wat punten waarin wij ons willen laten uitblinken. Dankjewel. Geen probleem. En heel belangrijk is natuurlijk ook de woningbouw, want er moeten meer woningen bij komen. En dankjewel voor het interview.